Het Brussels Jazz Orchestra werd in 1993 opgericht. Aanvankelijk speelden ze alleen in Brussel, maar al snel traden ze buiten de grenzen van de hoofdstad. 10 jaar geleden trokken ze voor het eerst naar het mekka van de jazz, New York. En nu staan ze er terug. Het is eigenlijk door onze relatie die we hebben met de Amerikaanse pianist Kenny Werner. En Kenny Werner die is hier vooral bekend als pianist van Toots Thielemans. En wij hebben hem ontmoet nu al toch wel een tiental jaren geleden op Jazz Middelheim. En hij was zodanig onder de indruk toen van het orkest en heeft hij ons uitgenodigd naar New York om te spelen in de Dizzy Gillespie Jazz Club in de Lincoln Center. We weten dat Jazz at Lincoln Center een van de belangrijkste plaatsen ter wereld is voor jazz. Het feit dat we daar dus een week mochten resideren, in totaal hebben we daar 14 concerten gespeeld, is echt wel een heel uitzonderlijk gegeven voor een Europese band. En dat is toch een beetje het hol van de leeuw, zoals men zegt. Dat is normaal toch de plek waar het orkest van bijvoorbeeld Wynton Marsalis speelt. En als wij er daar staan, is het toch wel een heel aparte gewaarwording. Ik denk dat het voor het grotere publiek een vrij exotisch gegeven is. Het is een Europese band die helemaal overkomt naar New York om daar een hele week te spelen. So once again, the Brussels Jazz Band. We worden daar ook echt wel voorgesteld als deze mensen zijn helemaal uit Europa gekomen om hier voor jullie te komen spelen. In de Dizzy Jazz Club komen jazzliefhebbers eten, drinken en genieten van muziek. Ook grote namen uit de jazz, zoals Joe Lovano of Randy Brecker, reserveren hier soms een tafel. Je speelt daar in een club en je komt daar de meest bekende namen tegen. Gewoon in een clubsituatie waar je eigenlijk hier moet wachten tot de festivals eraan komen. Ik vond het een beetje de wereld op zijn kop. Normaal gaan wij naar die mensen gaan kijken en hier zaten zij in de club. En ja, ze vond het allemaal fantastisch, weliswaar te nemen met een korrel zout, want we blijven Amerikaan natuurlijk, maar toch, ze waren er toch, dat vind ik wel, het was wel kicken natuurlijk. Het bezoek van de 16-koppige band ging niet onopgemerkt voorbij. Ze haalden een platencontract binnen en worden over 2 jaar opnieuw in het Lincoln Center verwacht. Het is in ieder geval mijn gevoel dat die voorbije week in New York toch wel een mijlpaal was in het bestaan van het orkest. Thank you.